uit 70 jaar tv-archief mocht plukken. De traan van Maxima, de maanlanding of misschien wel de finale van Idols waarin Jamai wint van Jim. Grote kans dat de fragmenten voorbij komen in een nieuwe reeks tv-toppers. Anita Witsier blikt daarin met gasten terug op memorabele momenten uit ons collectieve televisiegeheugen. Ja, Anita, wat maakt een televisiefragment een tv-topper? Poeh, ja, nou het persoonlijke verhaal dat er gewoon vast zit. Ja. Dat is denk ik toch wel het belangrijkste. Catherine Keil, je noemde zo even de maanlanding. Catherine Keil, een van onze gasten, die kwam met de maanlanding. En dat begint dan met de lancering. Ik was toen in die tijd ook al geboren, maar het is helemaal aan mij voorbij gegaan. Ik heb het uiteraard wel eens gezien, maar ik zat nu weer te kijken in dat fragment. En wat je ziet is een raket die gaat omhoog. Het is absoluut geen spannend beeld, want wat er gebeurt. Dat heb je 100 keer gezien ook. 100 keer. Ja. En toch, ja. Omdat je weet hoe beladen het is, hoe bijzonder het is, hoe uniek het is. Is het heel erg spannend, omdat je weet, er kan van alles misgaan. En dit betekent iets voor de mensheid. Ja. En daardoor is het spannend. Ja. Het is een bekend format. Hè? Jos Brink heeft het gepresenteerd tussen 2004 en 2007. Jij hebt daar ooit zelfs ingezeten, maar dat wist je helemaal niet meer. Nee. Dat moest de redacteur jou vertellen, wat wel weer grappig is. Ja, maar ik had wel een aha-erlevenis, hoor. Oh ja? Ja, leuk. Ja. Maar het is in een nieuw jasje gestoken. Dus met twee gasten. Twee generaties. Ja, precies. Want daardoor krijg je natuurlijk ook een heel divers aanbod aan fragmenten. Waar ik vroeger naar keek, heb jij geen idee van, Eschal? Ja, wij wel. Nee. Ja. Ja, en dat is met jullie natuurlijk ook zo. Jullie zijn ook twee generaties. Dus jij keek naar andere dingen vroeger. Nou, er was bijna niks vroeger, oma verteld. Op woensdagmiddag en zaterdagmiddag had je wat. Je had één net en zwart-wit. En je moest nog naar de televisie lopen om op een ander net te zetten toen dat er eenmaal was. Ja, en dan heb je natuurlijk van die natte haar. Momentjes die je kunt kiezen. Nou, je hebt ons ook gevraagd, hè? Ja. Als twee generaties. Ja, precies. Te kiezen. Waar keek jij naar als kind? Ik heb een fragment gekozen. Het eerste begon waar ik me kan herinneren was De Verrekijker in zwart-wit. Dat was een soort jeugdjournaal. Letterlijk. Toevallig van de week nog terug zitten kijken. Maar ik heb een fragment gekozen. Dat kent iedereen in ieder geval vanaan. Pipo de Clown. Ach ja. Maar dan wel een hele vroege versie, want het is later ook nog weer een aantal keer opnieuw gemaakt. En ik realiseerde met de discussie die we nu over racisme hebben en typeringen en vooroordelen enzovoort, dat Pipo de Clown stampvol met tamelijk akelige Kluk-kluk. Weet je nog? Ja. Felicio. Ja, zeker. Dus Kluk-kluk was een domme Indiaan. Felicio was een domme zigeuner. Snuitje en hoe heet dat? Snuffersnuitje waren er ook. En Mick en Mack met Donald Jones, zwart acteur. Oh, ja. Alle clichés waarschijnlijk uit de kast. Daniel. Ik heb helemaal niks hier. No. You learn every day. Kijk even. Zullen we even kijken? Ja. Felicio, ik rabbel hier. Mijn maag. Oh, je maag zit hier dan los? Felicio, ik heb honger. Wat zeg je, meneer? Weet je, wil je alsjeblieft heel graag een broodje met kaas voor me klaarmaken? Oh, ja, dat doet hij hoor. Dat doet hij. Hij gaat een broodje heel gauw voor je klaarmaken. Met plezier. Ja, met plezier. Nee, met kaas, Felicio. Oh, ja, met kaas. Die Felicio toch, hè? 2, 3. Nee. Oh ja, tjoh. Wacht even. Blijft hij nou toch met het broodje? Ja, je komt hier. Hé, in de flop zicht. Wat doen jullie? Oh, niks meer, Poppy. We maken even een broodje van je plaats. Oh, neem niet kwalijk. Hij was nog niet gesmeerd, maar hij ging wel gesmeerd, meneer de Pipo. En toen dit was, wij gingen nog, ik woonde in Friesland in Joure, gingen we met een aantal kinderen uit de staat bij Tante Nelly om Iepke kijken. Dat was een echtpaar, die hadden toen tv. Ik had geen tv nog. Dat was voor het moment dat je met die knop van. Dan keek je met z'n allen bij iemand thuis. Ja, 20 in de straat. Kinderen in de huiskamer. Ja. Nou, ik hè? En nou jij. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Nou ja, ik zat te twijfelen tussen natte haarmomentjes inderdaad van Sesamstraat en de Fabeltjeskrant zo. Maar ik heb gekozen voor iets waar ik later heel veel naar keek. Ik vond Wilfried de Jonge altijd een hele bijzondere interviewer, Holland Sport. Maar ook 24 uur met. En dan liet hij zich met de gast 24 uur opsluiten in deze ruimte. Je zag dat en dat levert een hele bijzondere gesprek op. En er is één die is zo blijven hangen met de kunstzusjes Angelique en Lisbeth Raven. Ja, ik was een groot fan van dit programma. Ik vond het een prachtig interview. Ja. Ik kan deze aflevering nog heel goed herinneren. Oh, ja. Zie je hoe leuk het werkt? Ja, heel leuk. Zullen we heel even je hebt één kijker in ieder geval. Ja, goed. De tweelingzussen Lisbeth en Angelique Raven voerden jarenlang een extreme eetstrijd met elkaar. Ze maakten wereldberoemde anorexia-kunst. Ze gebruikten hun verregaande eetproblemen en jaloezie voor confronterende video's. De tweeling kon niet zonder en niet met elkaar. Toch was er vorig jaar een breuk. Lisbeth wilde los van Angelique.
Vandaag zijn ze voor het eerst weer in Edmel samen. Hoe gaan de zussen straks met elkaar om? Lief? Vals? Daar komen ze. Hallo. Hoi. Hoi, Wilfried. Lisbeth. Hallo, Wilfried. Hoi. Angelique. Hallo, Sandrine. Nou, het is best groot, toch? Veel gezelliger dan ik dacht. Ja, ze hebben dus 37 jaar samen gewerkt, geleefd. Konden eigenlijk niet met en niet zonder elkaar inderdaad. En dan zegt het ene zusje, ik wil jou eigenlijk even niet meer. Ik wil verder, ik wil een kindje. En die andere wil dan bij haar blijven. Ze eten hetzelfde. Het was zo bijzonder. En een gruwelijke symbiose, zo goed. Ja. 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 En waarom dan dit programma of dit fragment? Nou, omdat hij, Wilfried de Jong kan dat zo mooi. Hij laat ze in hun waarde en hij kan dat verhaal zo mooi neerzetten. Dus dat raakt hem echt. Nou, dankjewel voor dit fragment. Ja. Ja. Nou, naar jou. Ja. Wat wil je dan maar bij jullie televisie? Bij het huwelijk van Beatrix en Klaus. Dat was 1967 zo'n beetje. Hoe oud? 6. Heb ik ook helemaal niets van meegekregen. Ik moest gewoon een beker op de kleuterschool gekregen. Ja. Ja, zo. Zie je nog voor me. Ja. Oh ja. 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 En toen kregen we televisie. En dat fragment kan ik me ook nog wel voor de geest halen. Van later heb ik dat wel eens teruggezien. Dat is natuurlijk heel statig en gaat dat. Maar ik heb een ander fragment gekozen. Ja. Want er zit ook een heel persoonlijk verhaal aan vast. Dat is de uitvaart van Lady Di. Dan denk je, nou, is dat nou bijzondere televisie? Ik was net 2 weken daarvoor bevallen van mijn tweede kind. Dus ik had helemaal nog vol met de kraamtranen. En dat moest eruit. Dus ik dacht, we hadden dezelfde leeftijd, ook moeder. En je wordt midden uit het leven weggegrepen. Ik heb verder niets met Lady Di, maar dat idee van je bent moeder, je hebt kinderen, die laat je achter. Ik heb de hele dag met mijn babydochter op de bank gezeten en gekeken en gehuild, alleen maar gehuild. En ik zag die twee jongens, zag ik daar achter die kist lopen. En dan denk ik, dan moet je dus voor de ogen van miljoenen, moet je moeder zo wegbrengen. Wat moet dat... Ik vond het zoiets vreeds. Het staat ons allemaal in het geheugen. Ja. Zo vreed. Ja. 97, laten we even kijken. Ja. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind. Never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here. Long England's greenest hills. Your candles burned out long before. Your legend ever will. Ja, ik heb je ook wel wat traantjes gelaten hoor. Ja, 17, ja. Ja. Jouw all-time favorite komt uit Wedden Dat. Ja, Jos Brink. Nou ja. Jos, een theaterman, dus die kan ook helemaal dat alles zo fijn en showy en helemaal goed brengen. En Wedden Dat was een programma, dat nodigde die mensen uit die iets heel bijzonders konden, iets heel unieks. Zo is hier een dame, die kan alle soorten chocolade van elkaar onderscheiden. Met haar mond, geblinddoekt. Ze heeft werkelijk geen idee. En ik vind dat zoiets als chocoladeliefhebber onvoorstelbaar. Want er zijn zoveel soorten en merken chocolade. Nou, moet je maar kijken. Ik mag haar hand voeren over een voorrecht. Stilte, stilte. U mag alleen maar kijken naar een grote smikkelende wasbeer. Dat is niet zo schwer. Dat is Rittersport Pfefferminz. Dat was niet moeilijk. Dat was Rittersport Pfefferminz. En dat is goed. Richtig. Prima. Takjes doen. Zo. Das ist Traubennuss, Milka Traubennuss. Das ist gut, richtig, Milka Traubennuss. Ja, Sie dürfen keinen Fehler machen. Das letzte Schälchen. Baronie Naturel Block. Das ist gut, Baronie Naturel Block. Deutsch immer besser. Ja. 105 kilo zijn. Als je, boel. Maar echt, en ook zo'n mooie jurk aan. Dan moet je heel hard voor oefenen. En ik dacht ook, weet je, stel dat het doorgestoken kaart is. Het is toch te gekke televisie. Ja. Heel goed gedaan dan. We gaan Anita nog eventjes eindigen met een tv-topper uit jouw eigen carrière. Je hebt Lucky Lotto Live gepresenteerd. Ja. En in 1994 stopte dat programma. Dat was de laatste aflevering. Toen dachten ze, we hebben wat leuks voor jou en Petter. We willen je even verrassen. Jij had niks door. Je hebt iets anders gerepeteerd. Maar ze hadden bedacht dat jij nog even met Marco Borsato mocht meezingen. Een live duet. En terwijl hij in
de sporthal in Antwerpen stond voor een concert. Ja. En ik had geen idee. En dat ging zo. Hé, waarschuwing, ik kan niet zingen. Dat geeft helemaal niet. De mensen hier, die doen met je mee. Doe je best. Nee, ik kan de tekst helemaal niet. Anita, succes. Steeds als ik je zie lopen, dan gaat de hemel een klein beetje open. Sterren je laatsen verbleken met je ogen die altijd stralen. Ik heb je gewaarschuwd. Als het weer gaat schijnen, laat dan dat beeld dat ik heb niet verleiden. Als je zou gaan, neem je mijn dromen mee. Wees droom, zij zijn droom. Dan droom ik nog. Heerlijk dit. TV Top precies vanaf aanstaande zaterdag om 8:30 te zien op NPO 1. Dankjewel. Dit was Zingend op 1 voor vanavond. Morgen zitten hier Pieter en Nadia. Tot morgen.